Wie gaan we nou naartoe? Ik heb geen idee. Ik breng gewoon waar de rit ons naartoe brengt. Dus met Pikachu. Dus nee, we gaan onderweg denk ik naar de Efteling. Yay! Yay! Ik smelt al weg in mijn auto. Dit wordt leuk! Het is bijna niet te zien, maar we zijn er! Oké, nou ik zie jullie sowieso dadelijk even bij de parkeerplaats, maar goedemiddag, welkom bij deze Efteling vlog. Ik ga sowieso verder met jullie praten op de parkeerplaats, dus ik zie jullie in een seconde. This is Halloween. Hi. Ja, hi. Dit is toch een stuk makkelijker om zo met jullie te praten, Weska. Nou, we zijn eindelijk aangekomen bij de parkeerplaats dus van de Efteling, die je dus zeg maar al een beetje op de achtergrond kan zien. En het is warm! Is dat zeker. Het wordt vandaag 33 graden. Wij zijn zo slim om vandaag naar de Efteling toe te gaan. Dus nou, sowieso is het vandaag de grote opening van de Baron. 1898 natuurlijk. Oh, ja, je hebt er al ervaring mee gehad, want je hebt al een sneak preview gehad, hè? Ik zie niet of ik goed film, jongens, maar dat komt door de zon. Bleem de zon. Ik ben er gisteren alleen geweest en nou ja, als jij ook in beeld wil komen, moet je de camera Nee, jij bent nou in beeld, jij moet nou blaren. Ik ben er gisteren al in geweest, ik ga niks spoilen, want we gaan het vandaag hopelijk allemaal te zien. Ja, we gaan eventjes wel informatie vragen wat er gefilmd mag worden. Maar er komen ook nog andere attracties, zoals we zijn sowieso van plan om sowieso de Villa Volta te pakken. Ik ken heel erg goed die gasten doen, hoe heet die ook alweer? Hugo. Van de Loonse Duinen. Ja, die gek. En sowieso gaan we de Wildwaterbaan een paar keer, ik denk dat we daar de rest van de dag eigenlijk gaan inlopen, soepsappelen. Maar natuurlijk neem ik jullie daar ook een keer mee, aangezien dat ik daar 100% zeker weet dat ik daar mag filmen. Wat de rest allemaal gefilmd mag worden, dan gaan we sowieso nog heel even informatie vragen. Maar wij zien jullie in het park. Waar is Sander? Ik zie hem niet. Ja, waar is hij? 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 Oh, daar is hij. Tot zo! Nou, om eventjes zeg maar al op speed te gaan komen voordat we de Baron in gaan, hebben we dus besloten om eerst eventjes richting de Python te gaan. En ja, we hebben één klein probleem. We hebben één klein probleem. Bijna. Ja, mijn broertje mag er niet in. Mijn broertje, hij is te klein. Hij is een klein jongetje. En hij is er niet blij mee, maar hij is een heel erg klein jongetje. Oh, jij wil ook op veel hele gezellige mensen naast ons. Oh, vinden jullie niet waar om vandaag in de Efteling te zitten? Volg me op Instagram. Het is verplicht. Het is verplicht. Ja, Efteling is tegenwoordig verplicht. Dus heb jij een beetje zin in de... Je bent ijspopcorn aan het vreten, daar word je wel van. Wat is dat voor? Sluipreclame, kom. Sluipreclame. Juist. Gewoon popcorn. Nu. Pindakaas. Wat? Twee halen in betalen. Maar goed, wij gaan dus heel eventjes in de Python komen op speed. Ik kan niet de Python gaan filmen, want dan ben ik daar ook mijn camera kwijt, dus dat gaan we niet doen. Maar ja, we gaan dus alvast een beetje op speed komen en dan zien we jullie dadelijk wel bij de Baron en kijken hoe dat het daar binnen eruit ziet. Dus tot straks in een seconde. Nou, dat was de Python. Ik vond er eigenlijk, het was een beetje van en een beetje van en ja, daar ging iedereen eigenlijk een beetje verder. Hij had meer ervaring met wind. Vreselijk. Pijn en winderig. Waar heb je pijn dan? Schouderproblemen, punt iets. We staan hier bij de Baron. Dit gaat lang wachten worden, zeker een wachtrij van 2 uur. Dus 2,5 vorige keer al. Wie zei dat? Hi, hoi ik. Nou, volgens ik is het 2,5 uur, dus ja, we moeten eventjes wachten. 2 uur? 2 uur. Eenmaal, andermaal hoor ik daar 1 minuut, 1 uur en 50 seconden. Gaat helemaal goed komen. Jongens, we zien jullie binnen. We staan nu ongeveer een half uurtje in de rij. Het is 33 graden en we hebben nog iets van 1,5 à 2 uur te gaan. Help! Help! Om eventjes te bewijzen hoe warm dat het is, ga ik mijn hand op de vullenbak hier neerzetten. Kijk hoe lang dat we het volhouden. Wat waren het? 3 seconden? Dat is echt heet, jongens. Oh, verschrikkelijk. Nou, ik denk... We hebben hier eentje met een horloge. Hoe lang staan we al in de rij? Nee. Geen idee. We staan al geen idee in de rij. Zo lang is het. Nee, langer al. Dat zei hij net. Dus, maar het is enorm warm. Maar het gebouw komt dichterbij. En ik wil toch even een compliment maken aan de Efteling. Ze zijn heel even bezig. Dus ik wacht heel even netjes. Kijken we heel even naar deze struik.
Deze struik die is geplant door een medewerker en die staat hier op een zandbed. Heel erg boeiende informatie, ik weet het, maar we wachten even, dit is netjes. Hier hebben we de baan trouwens en dit is een struik. En dat is een baan. Maar dit is een struik. Jullie hebben nou echt zoiets van get on with it. Waarom knip je het er niet uit? Omdat ik lui ben. Dus ze vullen nog een flesje. Wij wachten even. Dankjewel. Ze hebben hier dus zeg maar speciaal voor de klant, voor de bezoeker noemen ze dat hier, hebben ze dus zeg maar echt om dus water te kunnen drinken met deze hete temperaturen. Nou echt geweldig wat de Efteling dat gedaan heeft. Dus zo zie je maar, wacht eventjes, ik moet heel even mijn klepje draaien. Zo zie je dus maar dat er wel wordt gedacht aan de bezoekers die dus enorm lang in de enorme warmte moeten dus staan wachten voor deze attractie die vandaag geopend is. Dus ja, daarachter dus stond ook nog eens een keer een extra waterkraantje. Dus als je dus net iets meer dan een uur in de wachtrij hebt gestaan, kun je weer je flesje eventueel vullen. Echt, dat zijn van die kleine dingen die de Efteling gewoon doet voor de bezoekers. Wat het park dus eigenlijk hartstikke leuk maakt om naartoe te gaan. Ik smelt nog steeds hier weg, maar we komen steeds dichterbij. In de attractie, ik denk wel dat ik wat constructies kan filmen, maar de rit, ja, het is een achtbaan en jullie weten, een achtbaan die valt natuurlijk niet te filmen. Maar het is gelukkig niet zoals een moviepark en mogen we dus hier wel behoorlijk veel filmen. Dus wij zien jullie als we binnen zijn. In de schaduw, koelte! Nou jongens, na bijna dik 2 uur te hebben gewacht is het eindelijk zover. We staan hier dus bij de Baron 1898. We hebben 2 uur dik in de wachtrij gestaan. En we gaan dus nu naar binnen toe. En ik mag eindelijk laten zien wat we dus zeg maar daar binnen tegen gaan komen. Dus ja, ik kijk af en toe die hoek in. Maar dat komt omdat ik dus even kijk op mijn beeldscherm goed staat. Mijn excuses daarvoor. Maar we gaan naar binnen toe. Dus veel plezier. I want all of you mine workers from abroad in my beautiful land. Vandaag heeft u het voorrecht af te halen in de wetenschap die toegang heeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompons. U wordt verzocht uw mijnlantaarn en helm in ontvangst te nemen. U bent verantwoordelijk voor mijn een fortuinlijke opbrengst. Met mijn kathedraal van staal, de schachtoren, daalt u af naar de ondergrondse schatkamer. En daar, in de diepste gronden verborgen, ligt het goud zo gaaf om gewoon weer eventjes Paul Verhoek hem zo te horen. Het is bijna een jaar geleden, maar om hem dan weer zo te horen, weer als een stemacteur weer terug zeg maar in een attractie, is gewoon weer echt, ik voel eigenlijk weer gewoon alsof dat ik weer naast hem zit. Echt gewoon ideaal om die goddelijke stem weer een keer te horen. Paul, ik weet niet of je het nog steeds zit te volgen af en toe, maar echt mijn complimenten weer naar jouw acteerwerk. Echt complimenten, Paul. Oké, jongens, we lopen verder. Blijft u bij elkaar? Wacht op het zijn en daar af in de
dik twee uur wachten hebben we dus eindelijk de baron meegemaakt. Ik moet zeggen, de ervaring is geweldig. Ik ga dan proberen om wat bezoekers te vragen om in één woord hun ervaring te gaan beschrijven in de baron. Je valt zeg maar daar, in één keer heb je een vrije val. Dan val je echt recht naar beneden toe onder de grond heen en je ziet daar helemaal niks. En dan kom je in één keer weer boven grond uit en dan krijg je echt het achtbaaneffect. De ervaring echt na die vrije val is gewoon ongelofelijk. Dan weet je gewoon even niet meer waar je bent. Maar goed, wij gaan eventjes wat mensen vragen wat hun ervaring was. Dus laten we daar een leuke montage van maken. It was amazing. That was the best rollercoaster ever. Good. It was a very good rollercoaster. Awesome. Wauw, super gaaf. Super geweldig. Nou, iedereen die is er dus echt volledig over. Het was gewoon eng. Nee, maar het is gewoon een ervaring. Iedereen vond het geweldig op het moment dat je eruit... Als je een keer naar de Efteling gaat en je bent niet bang om een achtbaan te gaan die over de kop gaat, is dit dus zeker een aanrader. Hij is vandaag geopend, hij is morgen geopend, hij is voor altijd na eigenlijk geopend. Ben je in de Efteling, wil je het een keertje? Het is misschien even lang wachten, maar het is het zeker waard. Wij gaan door naar de volgende attractie, want het is nog lang na niet het einde van de vlog, want we gaan ook niet naar huis. Wij zien jullie zo. Ik heb eigenlijk nog één klein slotding te zeggen nog over dat we hier dus nou zeg maar nog steeds eventjes bij de baron staan. Jullie weten, het interview hebben we gehad bij Paul van Gorinchem en ik vind op zijn minst dat we deze attractie af moeten sluiten met de slogan die hij heeft gemaakt, of eigenlijk de spreekwoord op het einde van het interview wat we toen hadden gemaakt bij de YouTube special. Dus, bij deze zeg ik jullie, comedianten trekken voorbij, maar vrienden blijven. Nou, zitten we dan. Gewoon even in de schaduw, lekker bloedheet, even een broodje pakken en... Ik word aan de kant, wacht even. Net baron gedaan, hartstikke leuk. En van hem heb je het al gehoord schijnbaar. Dus Papier, hier. Water! Ik vind dat jij even vlugje Jaapie moet doen. Papier, hier. Oh, gossie! Papier, wat zeg je nou? Nee, die figuur. Hey, figuur! Wat zeg je? Zullen we dadelijk naar... Blooper! Hey, figuur! Dank je wel. Zullen we dadelijk even naar de wildwaterbaan gaan? Wie wil je slaan? Ik zeg, zullen we dadelijk even naar de wildwaterbaan gaan? Nou, je hoeft niet zo te schreeuwen, ik ben niet doof. Och, stommeling! Maar dat is wel een leuk idee. We nemen jullie mee. Nou, tot daar dan! We hebben de wachtrij overleefd en we gaan dus nu richting wildwaterbaan. Hopelijk overleeft de camera het. Dus we zitten met z'n vijf in een bootje. Dus we gaan gezellig. Ja, we staan nou stil. Leuk. Ik kijk, hij loopt. Nou, we gaan dus nou zeg maar in de wildwaterbaan. Het is enorm warm. We zijn dus net van de baron gekomen. Anderhalf uur in de hittezon. Dus toen hebben we eventjes een pauze genomen. En dan gaan we nu eindelijk een beetje afkoelen in de wildwaterbaan. Nou ja, hij wel, ik niet. Want ik heb een camera en die moet natuurlijk wel heel blijven. Dus wij nemen jullie gewoon mee met deze rit. Dus nou, wat vind jij? Hoi. Dus we gaan kijken hoe nat dat er gaat worden. We zitten hier ook trouwens met andere gezellige mensen. Hallo! Hartstikke leuk. En we zijn los, dus er wordt heel erg veel gepoint. Dus daar kan ik niks aan doen, jongens. Dus als het een beetje schudderig beeld is, dan ligt dat gewoon aan de attractie. Iedereen zit met z'n aan te kijken van, hou je handen nou stil. Ik denk dat jullie... Ik ben wel een beetje... En dan gaan we nu... Dat wel. En dan gaan we nu naar het weerbericht van vandaag. Het is nogal een zonnige dag met links en rechts nogal een druppeltje water. Daarachter waren ze zo vriendelijk om het regenwater stil te zetten voor de cameraman. Ik weet niet waarom, dat is niet erg fair. Af en toe moet ik even een ontwijkingsbeweging maken voor waterdruppeltjes. Zoals je ziet, daar ligt water. Maar ik boeiend. Terug naar die andere gast. Welke gast? Ik weet niet, misschien degene waar nou de camera op gericht staat. Oh, wat is de vraag? Er is geen vraag, gewoon... Wildwaterbaan, hoi, spreek! Hoi, lekker weer, hoe is het met je moeder? Lekker vakantie?
Nou, hoe is het bij je moeder? Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En anders, op het einde van de video kunnen we natuurlijk zeggen we weer het spreekwoord van wat vond je het leukste. Weet ik het allemaal nog mee. We gaan filmen deze hele rit, want dit is een van de attracties die we wel mogen filmen. We gaan ook nog langs Villa Volta. We pakken een heel klein stukje van de Gondoletters mee. En ja, voor de rest, we zien eigenlijk nog wel, want het is tot 8 uur in deze snikhete zon. Dus zie ik daar een wolk? Wauw! Ja. Als het lukt. Nog een keer, waarom 88.9? Ja, maar dat doen we niet op beeld, want we gaan natuurlijk niet... Nee, dat doen we niet op beeld. Dus ze hebben gezegd dat namelijk camera's niet mee mogen... Oh. Maar dit is een telefoon, dit is geen camera. Zonder die wordt nat. Ik word dadelijk... Oh nee, nee, we draaien terug. Rossie! We draaien terug. Lekker. Als je me nou... Lekker. En hoe is de watertemperatuur? Lekker koud. Lekker koud. Nou, het is in ieder geval lekker koud. Dus. Het is veel beter als koud in ieder geval. Ja. Dus, hey, kijk daar, de vliegende Hollander, die gaan wij ook nog filmen. Wat leuk. Nou. Oh. En daar hebben de mensen, daar hebben we de mensen. En die gaan lopen spuiten. Daar ben ik het niet mee eens. De spuit komt daar vandaan. Even juichen. Dus. Lekker. Nou, de kamer is niet nat geworden, dus ik heb geen klachten. Tot nu toe. Wacht maar tot dat ding uit de muur dadelijk aan staat. Nou, dat weet ik. Die staat hier net om het hoekje. Zo, dat was bijna de camera. Oh, dat was weer bijna de camera. Uitkijken. Ah, zie je. Vroeger hadden wij op school hadden wij van die waterschoentjes. Hij is wel droog. Dat is belangrijk. Dus alles gaat heel erg soepel. Die scène daar, daar doe ik heel eventjes de camera op kofferen. Dus daar knippen we er gewoon heel even uit. Dat is het enige wat we er heel even uitknippen. Dus tot zo. Nee. Nee, ja. Draai door. Ik heb er een keer vol onder gehangen. Ik vind het eigenlijk best wel erg voor deze jongen hier. Hij vond het ook niet erg. En hij is eronder. Hij is bijna niet in beeld. Nu is hij speciaal even in beeld. Dit is de achterkant van zijn hoofd. En dan komt de foto. Kijk hoe dat hij op de foto gaat. Een hartstikke gezellige foto. Dan heel even kijken. Hij is een beetje camera shy. Hij staat er heel erg heel mooi op. Fabulous. Ja, ik sta altijd. Gewoon helemaal geweldig. Is just so fabulous. Oh, kijk daar nou toch eens. Daar staat ook nog eens een keer. Niet doen, slecht plan. Niet doen. Niet doen, slecht plan. Toch doen, hè. Dank u. Niet dank u. Even een korte, in één zin. Wat was je ervaring? Geweldig. 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 Perfect. Kijk, hij is tenminste origineel. Hij zegt iets anders. Leuk. Vandaag nog heel eventjes vergeten. Eventjes nog even een shout-out naar deze mensen. Voordat we in de wachtrij kwamen, hadden we dus gevraagd of ze problemen hadden met vloggen. Absoluut niet. Dus heel erg bedankt dat jullie zo gezellig meededen. Dus laat een like achter voor deze mensen, als je daar de tijd voor hebt. Hier zijn we dan lekker in de kotelet. En we zitten hier in een bootje, omdat het hier zo rustig. Vaar je mee, niet op zee, hier is kaal, hier in vrede. En nou wordt het een stukje donker. We zitten hier onder een brug, lekker uit het zonnetje. Want de zon is eigenlijk best wel warm. Maar wat jullie nou ook zouden kunnen doen, is gewoon heel erg lief in mijn ogen te gaan kijken.
Het zit hier nou in de gondoletta. En dat is zo vreemd. Zo gunstig. Dus, ja, ik heb daar voor naar de zin. Deze kan ook niet. Perfect voor jou en ik wacht voor haar. Is dat echt heel wat bij elkaar. En als jij een liedje voor hem zingt, dan komt de duif die in hem zwemt. Hij wat voor hem. Spetten, bieten, water, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Spetten, bieten, water, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. La 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 la. Spetten, bieten, paten, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later. Het licht. Roll, roll, roll your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is this. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is just a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is just a dream. Hey! Hartstikke gezellig zo hoor, die gondoletta, maar warm! Wij gaan trouwens dadelijk denk ik, het moet er wel bij. Hij ploft al gelijk weer neer. Kijk maar, hij is al gelijk weer neergeploft daar. Warm! Warm! Maar wij gaan dus dadelijk, het ligt op de route, dus het is eigenlijk net zo makkelijk. Maar het makkelijkste wat we dadelijk eigenlijk kunnen doen, we zitten in de Efteling, dus dan moet het, ja, het moet erbij. Hij kijkt me nou al aan van, hoe durf je? Maar het is tijd voor Carnaval Festival. Oh my god! Nee, doe het niet. Hey, we zitten in de Efteling, het hoort erbij. La 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 la. En dit is water. Plons. Dag plons. Gekke gikker. Dat was een mooi verhaal. Zoveel zang in de gondoletta's, maar ja, eigenlijk. Zijn de gondoletta's, die komen toch uit Italië? Denk ik. Of nee, Venetië was het. Venetië. Ja, en wat doen ze in Venetië in die boten? Zingen. Ja. Oh, sole mio. Margarita, el cappuccino. La 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 la. Lekker vol, wie zegt dat? Wie? Ja, even zwaaien. Ja, altijd leuk. Echt, mensen die we hier tegenkomen, die vinden het allemaal zo leuk. Dikke shout-out ook naar die mensen. Ja, echt, al de mensen die tot nu toe in de video zijn gekomen en die zo gezellig meedoen. Echt eventjes daar een enorme shout-out aan. Dus mochten jullie nou aan het kijken zijn naar deze vlog, echt enorm bedankt. Ik bedoel, ik ben een simpele dude die een camera vast heeft en eigenlijk een beetje rondleutert. Samen gezellig met zijn broertje. En we maken er gewoon een hele leuke dag van. En de mensen die dus mee gaan doen, jullie maken dit videootje gewoon echt speciaal. En jullie kijkers natuurlijk, maar jullie reacties maken de video zelfs nog specialer. Dus enorm bedankt. Wij zien jullie sowieso dadelijk bij Carnaval Festival. Yeah! Alle hart, dan hoort hij het vast. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ja! Help! Vroeger, dames en heren. Toen alles nog vredig en rustig was. Toen de Efteling nog een echt sprookjespark was. En Jokie nog geen animatie was zoals ze tegenwoordig zijn. Dat mensen, dat was een genieuze tijd. Mieters! Laat het deuntje! Help!
Luister. Dat gezicht, dat past perfect. Ik heb een pin in mijn concentratie. Ik zweet me eigenlijk kapot, het is hier nog warmer dan buiten. Veel warmer, echt. Jongens, dit is echt hel op aarde op het moment. Niet alleen de muziek, maar ook de temperatuur. Oh echt, nou die muziek die blijft wel bijplakken, maar echt. Ching Chong Chai hier. Oh man. Hier, die zijn al in elkaar gesmolten van de hitte. Creepy. Jouw schuld. Jouw schuld. Met je neusgaten. Oh my god. Oh nee! Oh my gosh! Nee! Jullie zien ons nog niet eens! Maar het is... Oh, godzijdank! Yes! Jullie zien ons nog niet eens, zo erg is het! Hij is open. Hij is open! Het is een vluchtroute! Wij hadden namelijk de vraag, hoe houden ze het vol? En daar hadden ze geen antwoord op en dan, ja, die hebben zoiets van... Ja, het is eigenlijk best wel nodig. Ik film expres deze kant op, want daar zijn dus de foto's. Die mogen niet gefilmd worden. Daar hebben we alle respect natuurlijk voor. Dus, maar echt, hoe hou je het vol om een hele dag daar in die kamer te moeten blijven? Ik vraag het mij af. Nou, we gaan weer terug de zon in. Nee, wel die camera die kant op houden. Pas erop, die kant. Ja. Dus, maar goed, we gaan dus nu naar de volgende attractie toe. En wij zien jullie daar. En ja, sorry, maar deze hoort gewoon bij de Efteling. Net zoals It's a Small World bij Disneyland hoort, hebben we hier Carnival Festival. Maar eerst, souvenirwinkel! Welkom bij deze geweldige winkel van Carnival Festival. Wij hebben hier onze geweldige plusjes. Speciaal voor de kindjes die Carnival Festival mee hebben genomen. Speciaal voor u. Ik zal netjes weer neerleggen bij zijn vriendjes. Dat hoort natuurlijk uit. Kom mee, kom mee. Er is veel meer snoep in alle kleuren en formaten. We hebben draken, we hebben rood kapje, we hebben draken, we hebben rood kapje. En we hebben een wolf natuurlijk. Die staat allemaal daar. We hebben hier een life-size Tutti Frutti. Weet ik hoe dat mensen zeggen. Maar dat maakt niet uit. Deze speciale aanbiedingen. Kussentjes, bubeltjes, allemaal. Allemaal plusje, allemaal knuffeltjes natuurlijk hier. Verschillende stickers die je aan de muur kunt plakken. En natuurlijk ook een... badtrommel staat er toevallig op, daarom weet ik het. Petjes, en dat hoeven we niet te filmen daar. Dus dat gaat even natuurlijk komen. Dat zijn dingen die hoeven natuurlijk niet te komen. En wil je een kop koffie, dan kun je dat natuurlijk altijd met een smiley face. Heb je een maandag dat je naar je werk moet, het smalt naar je. Je wil je koffie toch niet en een ander kopje meer hebben daar zoiets. Het is geweldig, het is geweldig. En dan hier komen we bij de drakenbusjes, bij natuurlijk de grote wereldbol. En weet het allemaal nog meer wat het is, maar het staat er. Het is te koop. Roodkapje, waar ga je heen? Misschien met u mee. Wie weet. En ezeltjesstrekje? Mij niet gezien. Maar dan gaan we natuurlijk... Ezeltjesstrekje, mij niet gezien. En natuurlijk, die kinderen die moeten natuurlijk naar school kunnen met een fabieuze broodtrommel. Nu te halen je natuurlijk bij de Efteling, naast Carnaval Festival. Die kun je toch niet laten liggen? Wat hebben we nog meer? Heel veel... Roze! Het is allemaal roze. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Ik vraag het de cameraman. Is dat op Rapunzel? Oh! Rapunzel! Rapunzel! Weet ik veel. Rapunzel! Ik vind dat nog meer roze aan de andere kant. Een hele mooie borstel voor degene die het zou willen hebben. En natuurlijk hebben we hier voor de echte jongens hebben we Ravelijn. Wat een festijn, het is Ravelijn. Hier heb je ook een mok, er zat niet een koffie in doen, het smelt niet namen, daar wel, hier niet. En als we dan verder kijken, hebben we hier ook Harry Potter, Ravelijn en natuurlijk ook de gevreesde helm. Wat heel erg belangrijk als je naar de Efteling toe gaat, is natuurlijk de helm. Stel je voor je bent een witte vlog aan het doen in een Efteling winkel en je struikelt over speelgoed. Dat kan zomaar in één keer gebeuren, helm, heel belangrijk. Dan hebben we hier nog onze fusballen. Serieus, de visballen. Kom je mee naar de Efteling toe? Kom je mee, kom je mee, kom je mee naar de Efteling toe? Leg me nou maar weer neer. Sorry, 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 sorry. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de rondleiding over deze winkel. Ik wil naar een andere attractie.
Get me out of here. Nee, hele leuke spelletjes voor de kinderen natuurlijk. Maar goed, wij gaan naar de volgende attractie. Dinner. Dinner. Wordt u mede mogelijk gemaakt door... Dinner. Nee, door jou. Door mijn dinner. 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 Voedsel. Voedsel. Dinner. Dinner. Oké, aanval. Goed idee. We gaan het doen! Wat zeggen we over dit huis? Oh, dit huis. Dit vervloekte huis. Je hebt hem door. Jongens, we zien jullie sowieso dadelijk binnen. Want het is hier nog drukker als bij de Baron. Hier gaan wij uren in vastzitten. Echt, deze wachtrij. We hebben net een wachtrij gezien, maar deze wachtrij is gewoon gigantisch. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar ik denk echt dat we hier uren in de wachtrij gaan staan. Ik heb nog nooit zo'n druk attractie. Echt, het is hier gewoon gigantisch druk. Er is niemand. Oké, jongens, we krijgen hier dadelijk een storyline. Bij de volgende ga ik de storyline van Lee Beckett speciaal voor jullie. We zitten hier in de villa van de Volta. En de storyline gaat zo beginnen, dus dat doen wij heel mooi stil zijn. In het midden van de 18e eeuw overschonden golven van geweld onze Brabantse camping en het Limburgse platteland. Harden van gewetenloos oefenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeest, die volgens de middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zeilden en zelfs afgesloten huizen konden binnenbrengen. De mythe verhaalt dat dit Duitse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse Abdij. 60 lange jaren oefende de bende de waarschijnlijk uit over de Bataanse volken. Hun satanische gildeteken, hun bokkenpoot, vervulde hun ieder met huiver en angst. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij het gemene pak van Hovers aansloot. Een man zonder enige mededogen, bezeten van een toverloze hebzucht en gier naar geld. Hugo. De bokkenrijder. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Bostel, wisten wij.
bracht de paarden in galop. En toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was een doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor de koprapen. Met deze gedachten ramden we de deur. Geen mens op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken, vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar nu terug. Ik liet de mannen op de gang en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in mijn eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, nu gij Gods huis geschonden hebt. Ik stam, bij een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijk lot is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang. Dames en heren, let u op, de deuren openen in uw richting. Ladies and gentlemen, please stand back. The doors open in your direction. Nou jongens, we gaan even een ritje meenemen in de Villa Volta. Dus dan gaan we eventjes mooi weer doen met de stille opname. Dus ik zou zeggen, zit achteruit en geniet. Wat? Die pak niet eruit. Nou, ik denk het niet. Of wel? Alles kruipt en breekt, is het al zo veilig. Het is wel handig om te stoffen. En heren, de stoomtrein naar Ruigrijk om 17 uur nog iets vertrekt over ongeveer 2 minuten. Herhaling. Ja, we zijn heel eventjes nou naar de stoomtrein gegaan. We hebben nou nog eigenlijk zoiets van, nou nog heel eventjes gewoon hier nog even rustig een shotje van maken. En dan gaan we nog één keer richting de Baron. En vanuit de Baron gaan wij richting de uitgang om, het is nu rest rond 6 uur, dus we weten niet hoe druk dat bij de Baron is. Maar dan kunnen we nog eventjes daar eventueel gaan zitten. Want we willen ook nog naar de show Aquanura. En ja, dan gaan we rustig terug en dan ploffen we dood neer bij onze auto van een hele dag.
30 graden plus, wat zeg ik, 35 graden zelfs, in de Efteling. Maar ja, we hebben het een hele dag volgehouden, van 10:30 tot dan 8:00 hoop ik. Dus dan kunnen we met stof voor een blik ons bij elkaar opvegen. En we zijn ondertussen al gaan rijden, dus ja, het is ons dagje wel. Maar ik hoop dat jullie deze vlog nog steeds hartstikke leuk vinden. Wat heb jij erop te zeggen? Eén ding. Warm heet, warm zweet en temperatuur. Maar wel leuk. Voordat ik het had vergeet. Nou, het is natuurlijk, ja, wat heb ik erop te zeggen? Het is, dat roep ik eigenlijk al de hele dag door. En dat is, volgens mij richt je de camera niet echt recht op mij. Jawel. Oh. Oké. Anyway. Zeur niet. Het is ja, een keileuke dag geweest. Natuurlijk de bron gedaan. We hebben lekker lol gemaakt met mensen. Nogmaals, ontzettend bedankt. En ja, we hebben nog even te gaan. Het is nu, nou ja, 4:30, 4:45, 5:15, 6:15, weet ik veel. Kom nog maar goed, we hebben nog een leuke avond. Dames en heren, welkom bij de Tour de Efteling. We zijn hier nu in de stoomtrein aangekomen om eventjes te genieten van het prachtige uitzicht wat wij hier hebben. We horen diverse geluidjes omdat wij diverse attracties voorbij gaan. Op het moment komen wij langs een stukje waar nooit iemand zit als ik hier ga kijken. Dit stukje bestaat al jaren, maar er zit nooit iemand. Dan gaan we nu zeg maar heel rustig. Hier hebben we het grasveld. Er komen speciale evenementen. Die worden altijd speciale evenementen gehouden op het moment dat er een midzomernachtfeest is. Of weet ik van wat. Op het moment is het heel erg leeg en nogal eenzaam. En ik word gekieteld door gras. Dat is namelijk een speciale functie in deze stoomtrein die uit 1956 is ontstaan. Wij kijken daar heel eventjes met een schuin oogje naar, dus alsjeblieft ga het niet Wikipedia en in de comments neerzetten, want dat het niet waar is, want ik ben hier de gids, dus hou je mel. Dat was een behoorlijke pijnlijke schok, maar ja, dat was vroeger en weer een hele, hele pijnlijke schok die wij dus hier krijgen bij onze stoomtrein. Worden jullie al verveeld? Ik ook, maar we zijn er nog niet. Nee, we gaan nu over de geweldige brug waar we dus net een geweldige zangstem hebben gehoord bij de Gondoletta. Als wij nu aan de linkerkant gaan kijken, voor mij rechts, voor jullie links, neem ik aan, dan zien wij dus geweldige bootjes met een man met een paraplu en dus zeg maar de boten ook in het water. Aan de andere kant, rechts voor jullie links van mij, zien jullie dus een geweldige fontein en een gigantische shockwave. We rijden nu bijna over het water heen, maar dat is voor een trein natuurlijk onmogelijk. Dan gaan we weer door een brug heen en komen we weer langs het groenige groenigheid. Ik begin een beetje uit de creëren te raken om dit verder vol te praten. We zijn bijna bij onze bestemming aangekomen, heet natuurlijk niet bij het uitstappen uit te checken met uw stoomtreinchipkaart. Maar ja, toen hadden we geen chipkaart, dus gewoon één keer op het kaartje bijten wil zeggen dat u ingestapt bent, twee keer op het kaartje bijten wil zeggen dat u ook weer teruggereisd bent. Dank u om mee te reizen met de stoomtrein. Ik weet niet hoe dat ik het allemaal uit mijn mouw schijn, maar we zijn nu eindelijk hier aangekomen op onze bestemming. Wij danken u voor mee te reizen met stoomtrein.efteling.bv en wij hopen dat u nog een hele prettige dag heeft. Ja, na zo'n lange dag komt dan eindelijk toch een eind en we zitten hier nou dus zeg maar te wachten nog op de watershow die nog gaat volgen. De wereldbekende, of ja, de Efteling bekende Aquanura. En voordat die begint, dan wil ik dus de mooie afsluiting van maken van deze vlog. Dus ik hoop dat jullie zeker genoten hebben van de trip naar de Efteling. De baron was zeker geweldig. De grapjes die we hebben gehad. De aardige mensen die we hebben ontmoet. Mensen die zo leuk meededen in de video. Mochten jullie nou op dit moment ook zitten te kijken, nogmaals hartelijk bedankt daarvoor. En sowieso wil ik ook mijn broertje daar bedanken. Die heeft dus ook zeg maar heel veel camerawerk verricht. En dit was de eerste keer eigenlijk tot hij ja, helemaal opging in het acteren. Zeg ik dat goed? Ja, klopt. Ja, kom even dichterbij. Nee, het is vandaag inderdaad mijn eerste keer geweest dat ik echt voor de camera aan het acteren was. En natuurlijk hoop ik dat het een beetje goed is gegaan. En ja, het is sowieso belangrijk dat er een leuke dag geweest is. Nee, dat is gewoon geweest. We staan ook bij Aquanura over de afsluiting van deze video. Het was bloed en bloedverziekendheid vandaag. Dus. Volgens mij op het moment. Ja,
ik weet niet wat je allemaal zit te doen, maar ik zie daar in jouw schermpje, zie ik alles... Trommels. Niet wat voor jou, Paul. Ja. Maar, nee, we hebben... Zo. Ik verslik me eigenlijk. Het was een ontzettende leuke dag. We hebben zoveel mogelijk proberen te filmen. De scènes in de attracties waar we de stille opnames van hebben gedaan. Er wordt dadelijk een watershow opgevoerd met de muziek zeg maar, van verschillende Efteling attracties. Maar ik hoop sowieso dat jullie genoten hebben van deze vlog. Ik zelf vlog bijna nooit. Nu weet ik waarom iedereen een selfie stick heeft. Hoezo, dat valt reuze mee. Ik heb het de hele dag al gedaan. Zit niet zo te zeuren, man. Echt serieus, het zal, ja. Maar zoals ik dus al zei. Nee, we hebben dus enorm veel lol gehad. En ik hoop dat jullie dus ook van deze video hebben genoten. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Laat in de reacties weten wat je favoriete momentje was. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Hopelijk heb je er een paar lol van gehad. Het was enorm warm, maar we hebben het wel hartstikke leuk gehad. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken. En heb je... nog vragen, zeg maar. En je kunt ook altijd eventueel abonneren voor de let's plays die gemaakt worden, als je daar zin in hebt natuurlijk. Ik bedoel, ja, hoeft niet. Maar als je wil, dan hebben we daar een heel mooie knop voor. En met dat gezegd te hebben, hoop ik dat jullie nog Aquanura heel erg leuk gaan vinden. En dan sluiten wij deze vlog voor vandaag af. Het is nu bijna 8:15. Dus... Dames en heren, meisjes en jongens. Dus over 5 minuten kan Ladies ik... Ladies and gentlemen, girls and boys. Ja? Ben je stil? Mooi. Dus ja, Aquanura, ik ga het beginnen over 5 minuten. Dat laat ik jullie dan heel erg mooi zien. Dan krijg je de mooie muziek nog een keer erbij van de Efteling. Dus met dat sluiten we af. Mijn broertje die zit hier nu, die moet eventjes wat dichterbij komen. We gaan natuurlijk nog de traditionele doei doen. En nogmaals, in de video heb ik heel vaak zeg maar een beetje niet zeg maar recht naar de lens, maar naar de camera zitten kijken. Omdat ja, ik wou wel zeg maar zorgen dat we dus zeg maar niet zo half in beeld waren. Dus vandaar dat ik een beetje zo zit te kijken. En zeg maar. Dus zeg maar. Okay. Zeg maar. Zeg maar. Oh, zeg maar. Zeg maar? Oh, ja, zeg maar. Dus, nou, bedankt voor het kijken, jongens. En vandaag nog geen Final Fantasy. Morgen gaat die aflevering weer verder. Dus we hopen jullie dan allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. En ja, dan tot de volgende aflevering. Doei! Thank you.
Zullen we maar eens gaan rijden? Nee.